Adieu. Happy? Ja, uiteindelijk, als je de wedstrijd ziet, ik denk dat PSV niet op volle kracht was vandaag, dat kon je duidelijk merken. En als je op de 85e minuut 2-1 voor staat en je krijgt een doelpunt tegen, ja, dan is het natuurlijk wel verbalen. Ja, maar over de hele wedstrijd neem ik aan en ook nog eventjes met die kopbal, dat je happy bent met een punt, hè, tegen een ploeg die veel beter is dan jullie. Inderdaad, dat is de kampioen, dus het is duidelijk dat hun beter zijn, maar... Wij zijn duidelijk ook blij met een punt, maar als je de wedstrijd ziet, met een beetje geluk hadden we ook 3 punten kunnen hebben. Dus dat is wel verbalen, maar goed. Met een punt kunnen we ook weer vooruit. Jullie worden natuurlijk regelmatig teruggedrongen, hè, omdat je niet de beste kwaliteit hebt van de Eredivisie. Ik heb alleen de indruk, als jullie met de ploeg aan de bal op de helft van de tegenpartij zijn, dat jullie een veel betere ploeg zijn. Dan op eigen helft. Ja, dat kan. Dat kan. Ik denk dat we de laatste weken sowieso wel in goede vorm steken, hoor. Ik denk dat het er redelijk goed uitziet. Ik denk dat we in een goede flow zitten. Vorige week even verloren dan, maar ik denk dat we dit gewoon vast moeten houden. En wij moeten puur naar onszelf kijken. Uiteindelijk moest je toch maar die punt tegen PSV zien te pakken. En dit positief nemen we weer mee naar de volgende wedstrijd en daar gaan we gewoon mee door. Ik zag een trainer die helemaal leeg was. Ik heb hem nog nooit zo agressief gezien. Of jullie wel? Ja, ik wel. Ik wel. Maar goed. Kan die boos worden? Ja, hij kan zeer zeker boos worden. Maar ik denk dat op dit moment iedereen alles geeft. En je ziet bij andere clubs als Twente en noem het maar op. Dat, volgens mij hadden gisteren 7 jongens kramp tijdens de wedstrijd. Er zit druk op. En nogmaals, we zijn nou blij met de punten. En je stond regelmatig in de weg? Ja, ook dat. Ook dat. Ja, daarvoor sta je achterin natuurlijk. Maar ik denk dat we gewoon met z'n allen gewoon alles geven. Ik denk ook die jongens die invallen, die gooien vol energie erin. En uiteindelijk mag je inderdaad, zoals je zelf aangeeft, blij zijn met de punt. Dat is duidelijk. Zijn we eruit? Oké, zijn we eruit. Hey. Dankjewel.